Nou, we staan hier op een State of Trance, zeg maar het grootste indoor festival van Nederland als het gaat om trance. Yeah. Jij staat zeg maar ook op Electronic Family. Maar wat wil jij gaan creëren op Electronic Family? Wat wil jij doen met het publiek? Ja, nee. En dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik ga kijken wat er gebeurt en wat die mensen eigenlijk allemaal willen. Op dat moment bepalen wat we gaan draaien. Dus ik hoop het maximale eruit te halen en volgens mij sluit ik af. Ja, kortom, het publiek moet dus losgaan. Ja, ze moeten tot de laatste plaat blijven staan. En ja, ik denk dat het wel gaat lukken. Blijven staan of blijven dansen? Ja, gewoon blijven staan en dansen natuurlijk. Dus handen in de lucht en gewoon... Lusu. Kijk, nou, dat bedoel ik dus. Nee, maar zeg maar... Wat is het gevoel als je een familiegevoel wil creëren? Want het is Electronic Family, dus je wil een familiegevoel creëren. Hoe ga jij dat doen? Gewoon koffie en stroopwafels meenemen. Koffie en stroopwafels? Oh ja, nou ja. Op zondagmiddag, als je bij je familie gaat. Oh, die neem jij dus mee naar Electronic Family en dan ga je die zeg maar... Uitdelen, nee. Ja, gezellig. Ik weet niet, ik denk dat sowieso die Trans Family is sowieso één hechte familie. En ja... Ja, ik weet het niet. Het is echt wel een magisch gevoel als je daar dan in staat en dat iedereen met elkaar is. En ja, als je het eenmaal voor elkaar, of tenminste als je het eenmaal contact hebt met de mensen, dan gaan ze wel. Okay. Dit is Artento. En zoals jullie zien, 20 juli Amsterdamse Bos ga ik met Fausto de afsluitset doen. En ik ga jullie allemaal afrossen. Dus ik weet zeker dat jullie erbij moeten zijn. Waza!